We gaan nu uit de Bijbel lezen, uit het Evangelie van Matteüs, het derde hoofdstuk, versen 13 tot 17. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan tot Johannes om door hem gedoopt te worden. Maar Johannes weigerde hem zeer, zeggende: mij is nodig door u gedoopt te worden. En komt gij tot mij? Maar Jezus antwoordende zei tot hem: laat nu af, want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van hem af. En Jezus gedoopt zijnde is terstond opgeklommen uit het water. En zie, de hemelen werden hem geopend. En hij zag de geest van God neerdalen gelijk een duif en op hem komen. En zie, een stem uit de hemelen zeggende: deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke ik mij welbehagen heb. Tot zover de schriftlezing. Geliefde gemeente, vanmorgen mochten we stilstaan bij het lam van God, zijn lam. Niet ons lam, maar zijn lam. Uit de hemel neergedaald. Gegeven door de Vader. En het is Johannes de Doper die dit lam heeft gekend en heeft herkend. En het ook de naam Gods lam heeft gegeven. Deze Johannes die wel bekend stond als de Doper, omdat hij zoveel mensen doopte. Deze had een bijzonder getuigenis gehad van God. Aangaande Jezus, aangaande dit lam. Hij zegt daarvan in Johannes 1, dan wordt het beschreven. Johannes getuigde, vers 32 tot 34. Johannes getuigde zeggende: ik heb de geest zien nederdalen uit den hemel, gelijk een duif. En hij bleef op hem. En ik kende hem niet, maar die mij gezonden heeft om te dopen met water, die had mij gezegd: op welke gij de geest zult zien nederdalen en op hem blijven, deze is het die met de Heilige Geest doopt. En ik heb gezien en heb getuigd dat deze de Zoon Gods is. Dat is het getuigenis van Johannes aangaande Jezus. Zo had de Heer het hem beloofd. En de gemeente, daarom wordt daar ook in de vier evangeliën aandacht aan besteed. Alle vier komt de doop van de Heer Jezus aan de orde. Ik wilde u vanmiddag eens bepalen bij Lucas 3. Dat is een wat minder bekend gedeelte over de doop van de Heer Jezus. Lucas 3, vers 21 en 22. Maar we lezen: en het geschiedde toen al het volk gedoopt werd en Jezus ook gedoopt was en bad dat de hemel geopend werd en dat de Heilige Geest op hem nederdaalde in lichamelijke gedaante, gelijk een duif, en dat er een stem geschiedde uit de hemel zeggende: gij zijt mijn geliefde zoon, in u heb ik mijn welbehagen. Tot zover. Meten, we schrijven onder deze tekstwoorden de doop van het lam. En een lam met een hoofdletter. We staan stil bij een biddende zoon, bij een dalende, een neerdalende geest en bij een sprekende vader. Dus een biddende zoon, een dalende geest en een sprekende vader. Je zou kunnen zeggen dat is een trinitarische benadering. Hè? Vanuit de drie-enige God. De kindertjes zijn zojuist gedoopt in de naam van de drie-enige God. De Vader, de Zoon
en de Heilige Geest. En wat zien we ook hier? De drie enige God vertegenwoordigt. We spraken daar ook over tijdens de doopzitting, dat dat zo moeilijk is om te bevatten. Het is eigenlijk onmogelijk om het te bevatten. Laat staan dat je je kinderen op een makkelijke manier kan uitleggen. Maar toch, als je nu naar de doop van de Heer Jezus kijkt, dan word je eigenlijk getuige van een afstand van de heerlijkheid van de drie-eenheid. En zoals we dat ook lezen in de brief van Johannes, en waar hij spreekt over de drie getuigen in de hemel en op de aarde. En drie zijn er die getuigen op de aarde, de geest en het water en het bloed. En die drie zijn tot één. Weet je, het is dus zo gegaan dat Johannes de Doper in de woestijn waarschijnlijk, als hij daar in de afzondering leeft, door de Here wordt onderwezen. En dat de Here hem toont dat hij de wegbereider is, de rouw van zijn zoon, van Gods zoon. 30 jaar daarvoor had vader Zacharias daar al van gezongen, van wat zijn zoon zou mogen betekenen in de relatie tot de Heer Jezus. En Elisabeth en Maria waren er getuigen van geweest. Dat Johannes als een klein kindje in de baarmoeder van Elisabeth opsprong van vreugde toen daar de ontmoeting was tussen Elisabeth en Maria. Toen daar de groetenis werd gehoord, shalom. Toen sprong Johannes op van vreugde. Een bewijs, gemeente, dat ook een kind in de baarmoeder al zalig kan zijn. Ja, dat kan. Want dat opspringen was een teken van Gods vrucht. Want 30 jaar later, dan is het zover. Dan komt er voor de tweede keer een ontmoeting tussen die twee. Ja. En de Heer had hem voorbereid. Want hoe moest Johannes nu weten dat het de beloofde zaligmaker was? God had hem gezegd: je zult de geest zien neerdalen in de gedaante van een duif. Die is het. En dan komt de Heer Jezus naar hem toe. Ik hoef daar vanmiddag niet zo lang bij stil te staan. We kennen de geschiedenis allemaal, denk ik wel, althans de meeste van ons. Dat de Heer Jezus zegt: nou wil ik van u gedoopt worden. Doop mij, Johannes. Doop mij. Laat mij in het water gaan en ondergaan en weer opkomen. En dan schrikt Johannes terug en zegt: nee, 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 dat kan toch niet? Zal de Heer Rout de koning gaan dopen? Hij vat het heel kort samen met deze gedachte. Ik zou door u gedoopt moeten worden. Ik door u en niet u door mij. Want ik ben de onreine. Ik ben de zondaar. Ik heb dat teken en zegel nodig. Want zoals het water reinigt van vuilheid, zo reinigt Gods genade. Zo reinigt het bloed van de Heer Jezus Christus van alle zonden. Maar Johannes wil zeggen: ik heb reiniging nodig, maar u niet. Ik zou moeten sterven in dat watergraf, want dat is het ook. En dat ondergaan, dat beeld uit dat je de dood schuldig bent. Dat komt mij toe, maar niet u. En dan zegt de Heer Jezus: stoppen, Johannes, stoppen. Wees gehoorzaam. Wees gehoorzaam zoals ik gehoorzaam ben naar mijn vader. Wees zo gehoorzaam aan mij. Er moet aan Gods gerechtigheid voldaan worden. En dit is een wezenlijk onderdeel daarvan. Want Christus, gemeente, de Zoon van God, zal plaatsvervangend voor zondaren in dat watergraf gaan
en opstaan. Niet voor zijn zonde, maar voor de zonden die op hem gelegd worden. En dat zijn de zonden van al de mensen die zalig worden. Dat zijn de verkorenen van eeuwigheid die in de tijd, in dit leven, tot het geloof in hem komen. En dan gemeente gehoorzaamt Johannes. Wij moeten gehoorzamen, gemeente, ook al zijn de opdrachten zo moeilijk. Jawel. Er zijn opdrachten dat je zegt, dat kan ik niet. Dat is onmogelijk. Vraagt de Heer dat nou echt van mij? Ja. Je hoeft het niet in te denken, maar had je de opdracht om je kind te moeten missen? Kunnen vervullen om dan achter de Heer aan te komen? Jullie weten uit ervaring wat het is om een broer en een zoon te moeten verliezen. Zulke opdrachten kan de Heer geven in het leven. Dat kun je niet alleen, hè. Kan alleen als Hij naast je staat en je kracht geeft. De Heer belooft, gemeente, dat in al de opdrachten die Hij geeft, hoe zwaar ze ook zijn, al neemt Hij goed en bloed van ons af, dat Hij zijn ondersteuning wil geven. Niet vergeten, en geef het door. Johannes is daarvan getuige, gemeente, bij deze opdracht, maar straks gaat hij naar de gevangenis en dan zit hij daar alleen. En nog even en dan zal de scherp rechter komen en zal hem onthoofden. En vlak voor zijn dood zit hij dan in het licht, in het hemelslicht te baden. En zegt hij, laat me maar gaan, net als Simeon. Nee, hij zit in twijfels. Hij kan het niet meer bezien. Heb ik me nou vergist? Ja, gemeente, dat zegt die grote Johannes. Waar wij niet bij in de schaduw kunnen staan. Ik in ieder geval niet. Die opsprong van vreugde in de baarmoeder. Die afgezonderd was in de woestijn. Die daar als een machtig prediker elke dag stond te preken. Die Jezus als het Lam Gods heeft aangewezen. Die hem heeft gedoopt. En als hij in de gevangenis zit, lijkt hij alles kwijt te zijn. Beproeving. En dan moet God er zelf weer aan te pas komen. Doet God dat? Ja, dat doet God. Ja, want hij gaat met zijn boodschap naar Jezus. Hij laat zijn discipelen dan de Heer Jezus vragen. Bent u het of verwachten we een ander? En wat doet de Heer Jezus dan? Dan neemt de Heer Jezus een tekst uit Jesaja. Die kende die maar al te goed. Vertel maar wat je ziet. Dat de doven gaan horen, dat de blinden gaan zien, dat de melaatsen worden gereinigd, de armen het evangelie wordt verkondigd. Ga dat maar vertellen. Dan zal ik met mijn geest meegaan. En gemeente, zo is die gestorven. Johannes. En hij kijkt nu niet meer terug. Nee. Hij is verlost van al die beproevingen. En van heel die strijd. Johannes is thuis. Bij het Lam. En gemeente, wat het Lam hier doet als hij het water ingaat. Dat is bidden. Heeft hij dat al eens eerder gezien? Is die ons eerder opgevallen? Dat terwijl de Heer Jezus gedoopt wordt, terwijl hij onder water gaat, hij zijn handen heeft opgegeven naar zijn vader, biddend. En zo komt hij weer boven water, biddend. Hij bidt om de Heilige Geest. Hij bidt opdat het teken aan Johannes zal worden gegeven, zodat Johannes hem kan aanwijzen als het Lam van God. Hij bidt hier opdat zijn hemelse vader zal tonen dat hij de geliefde zoon is. En hij bidt hier, gemeente, voor heel de kerk. Voor al de mensen die zalig moeten worden. Vader, ik bid voor hen. Bidden. Wat een gebed, gemeente. Want dit gebed wordt nooit afgewezen. Nooit. Toen niet en nu niet. Wat doet Johannes, de evangelist die erbij was? Die Jezus volgde. Wat doet hij? Als hij een brief schrijft aan de gemeente. En hij denkt aan de mensen die gebukt gaan onder hun zonde. En klagen over hun onreinheid. Wat zegt hij dan? Dan zegt hij, kijk eens omhoog. Kijk eens omhoog. Wat er in de hemel gebeurt.
aan de rechterhand van de hemelse Vader. Daar is het lam, daar is de Heer Jezus, de zaligmaker. En wat doet hij daar? Hij bidt. Hij bidt. En hij pleit op zijn eigen verdiensten. Hij bidt hetzelfde gebed, gemeente, als toen hij gedoopt werd. Vader, reken mij die zonde toe. Van dat jongetje, van dat meisje, van die man, van die vrouw. Vader, ik ging in de plaats van zondaren. Had Johannes, gemeente, zo even tussen haakjes daar meteen de troost van? Nee, niet meteen, hè? Nee, dat komt. Ja, want dat is onze tweede gedachte. De dalende geest. Terwijl Jezus gedoopt wordt en bad, gaat de hemel open. Opdat de hemel scheuren, zingt een psalmist. En de hemel scheurt, de hemel gaat open. En dan gebeurt het waar Johannes zo op heeft gehoopt. Waar hij om gebeden heeft. Nee, gemeente, Johannes heeft niet gezegd. Ach, nou, als u dat belooft, dat de Heilige Geest zal neerdalen, dan komt dat wel, dan wacht ik dat maar rustig af. Daar heeft Johannes reikhalzend naar uitgezien. Daar heeft hij de Heere op gewezen. Heere, waarop ik biddend pleit. Doet u dat ook, gemeente? Doe je dat ook? Pleit je ook wel eens in je gebed? Bij de Heere, Heere, daar staat het toch. Heere, daar staat mijn naam in de schrift. Daar staat de naam zondaar. Dat ben ik. Hij is toch gekomen, uw zoon, voor zondaren? Daar staat het toch, Heere, wie tot hem komt met zijn armoede, met zijn onreinheid, met zijn hulpeloosheid, dat u hem geen zin zult uitwerpen? Pleiten als je geen kracht hebt om verder te gaan op de levensweg. Heer, u belooft het toch, dan moet ik gaan door het water. Het zal me toch niet overstromen. Als ik moet gaan over die weg waar de schaduw van de dood over valt. Dan bent u er toch bij. Zegt u toch. Kijk, gemeente, dat is biddend pleiten. Pleit je zo voor je kindertjes. Het zaad zal hem dienen. Leg je vinger er eens bij. Ouders en grootouders en overgrootouders. Heer, er staat het toch. Het zaad zal u dienen. Dit zijn toch ook onze. Dit zijn mijn kinderen, kleinkinderen. Of achterkleinkinderen. Heer, wilt u doen? Bid zoals Monica bad voor haar zoon Augustinus. Bid voor de kinderen van de gemeente. Meent te bidden om het werk van de Vader, om het werk van de Zoon, om het werk van de Heilige Geest, om dat toegepast te mogen zien in het leven van onszelf en van onze dierbaren, bijzonder van onze kindertjes. En gemeente, dan komt de Heilige Geest. Ja, dat moet iets geweest zijn. Hè? Dat de Heilige Geest in de gedaante van een duif, ik kan het zo niet helemaal afbeelden, maar deze vormen. Duif, daalt het neer op de Heer Jezus. Dat betekent dat hij nu in staat wordt gesteld, bekwaam wordt gemaakt om zijn dienstwerk op aarde te beginnen. 30 jaar oud is hij dan. De leeftijd waarop iemand priester werd. En dan begint hij als een openbare bediening. Heilige Geest bekwaamt hem. Maar nu even bij dat beeld, gemeente. Waarom een beeld? Ja, omdat de Heilige Geest niet kan zien. Daarom gebruikt de Heer beelden voor de Heilige Geest. De Heilige Geest, gemeente, wordt later afgebeeld met vuur. Tongen als van vuur. En met het geluid van een orkaanwind. En dat zijn ook die tekenen. Water, niet te vergeten. Ook een beeld van de Heilige Geest. Vruchtbaar makend. De Heilige Geest die vruchtbaarheid geeft, die nieuw leven geeft. De Heilige Geest die het hart gaat verlichten en die laat zien wat er allemaal verkeerd is, waarom je voor God niet kan bestaan. De Heilige Geest die laat zien wat er in Christus allemaal te verkrijgen is en die gaat troosten met Christus, de verwonde harten.
Heilige Geest, gemeente, die arm maakt en die rijk maakt. De Heilige Geest die Christus gaat verheerlijken, gaat aanlichten. Allemaal beelden van wat hij doet. En de vruchten daarvan, die kun je wel ondervinden. De vrucht van droefheid over de zonde, maar ook de vrucht van vreugde, van blijdschap. Als daar die troost in het hart wordt geboren. En de vrucht van vrede. Vrede met God. Ja. Het wordt afgebeeld met een duif. Waarom een duif? Nou, dan vraag ik even aan de kinderen. Waarom een duif? Denk er eens heel even over na. Waarom een duif? Laat ik met een wat makkelijkere beginnen. Denk eens even aan de ark. Er werd net ook van gelezen in het formulier. Hè? De ark van Noach. Die hij had moeten bouwen. Toen Noach wachtte op het moment dat hij weer de ark zou kunnen verlaten, toen liet hij een duif uit door het venster. En toen kwam die duif terug met een takje, een olijfblad in de bek. Beeld van vrede. Vrede. Ik was in 1998 in Hiroshima, in Japan. Hiroshima is bijna helemaal vernietigd, hè, door de atoombom in de Tweede Wereldoorlog. En daar worden ook één keer per jaar duiven losgelaten. Misschien heeft u wel eens een foto ervan gezien. Dat was toen niet, maar je zag wel heel veel foto's ervan en beelden. Heel veel duiven als een teken van vrede. En soms bij een bruiloft worden ze wel eens losgelaten. Vrede. In de Bijbel heeft de duif ook dat teken van vrede. En God sprak van vrede. Hij zou de aarde niet meer verderven. Deze duif laat zien hier, althans de gedaante van die duif. Jezus is de vredevorst. Mijn vrede, die laat ik u. Mijn vrede, die geef ik u. Spreekt hij na zijn opstanding meerdere malen uit. Hij is onze vrede. Dat is het eerste. En dan het tweede, dat is iets moeilijker. De duif was de enige vogel die in de tempeldienst, in de schaduwdienst, ten offer mocht worden gebracht. Alle andere vogels waren onrein. Maar dit is een reine vogel. Jezus, gemeente, is de reine, de vlekkeloze. En daar kan de Heilige Geest zich mee verenigen. De Heilige Geest kan zich paren aan deze vlekkeloze, deze reine vredevorst. De Heilige Geest. Gebeden om de werking van de Heilige Geest. Bid om de Geest, zegt de Heer. Bid. En u zal gegeven worden. Heeft u zo'n hard hart? Wilt u dat het zacht wordt? Bid om de Geest. Gaat u gebukt onder zonde last? Bid om de Geest. Zoekt u vrede met God? Zoekt u de kennis aan de Heer Jezus Christus? Bid om de Geest. Want die doet dat. Zonder de Geest, gemeente, is er geen leven. Nee, dan blijven we allemaal in de dood liggen. In de scheiding met God. Maar door de Geest, door deze Geest, is er leven met Christus mogelijk. Zo geeft hij dat. En dan tenslotte, gemeente, een sprekende vader. En we stonden stil bij die biddende zoon, bij een dalende geest en bij een sprekende vader. Ja, dan gaat de vader, mag ik het zo zeggen, met grote eerbied, dan gaat de vader van zich laten horen. En het geschiedde, er schiedde een stem uit de hemel. Gij zijt mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. In Matthäus staat er, deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. En ook Lucas schrijft erover, gij zijt mijn geliefde zoon, in u heb ik mijn welbehagen. Weet je, waarom doet de hemelse vader dat? Nou, in de eerste plaats om te betonen zijn innige liefde tot zijn zoon. Daarom heeft de Vader mij lief en nog steeds lief, zegt Christus. Omdat ik mijn leven afleg
voor al diegenen die hij mij gegeven heeft. Ze hebben elkaar eeuwig lief gemeten. De zoon komt op uit de vader. Wordt gegenereerd door de vader. Niet te bevatten. Kun je niet begrijpen. Maar dan die diepe liefde tussen de zoon en de vader. En ook de Heilige Geest. Ook als straks de Heer Jezus wordt verlaten door zijn vader. Het donker wordt 3 uur lang. Dan weet hij, gemeente, dat de vader heeft gezegd: deze is mijn geliefde zoon. Gij zijt mijn geliefde zoon en dat blijft u. De beminde zoon. Dus gemeente, dit is bedoeld om de Heer Jezus te vertroosten, te bemoedigen. Ook als hij straks de woestijn in moet om verzocht te worden. Als hij de lijdensweg moet vervolgen en het steeds zwaarder zal worden. Van mensen verlaten, door mensen bespot. Als daar die vervloekte kruis door dichterbij komt. De vader zegt het: ik heb u lief. Je bent mijn geliefde zoon. Dat verandert niet, gemeente. En door die geliefde zoon kunt u en kan ik een geliefd kind van God zijn. Geliefd vanwege hem, om Jezus wil. En daarom, gemeente, mag ook Johannes in die troost delen. Want dit alles gebeurt niet alleen voor de Heer Jezus, maar ook voor Johannes de Doper. Hij krijgt als het ware nu 2 tekenen. Een zichtbaar teken en een hoorbaar teken. Deze is het. Wat een troost voor deze man die om troost verlegen was. De beminde zoon van de beminde vader. En dat alles toegepast in het hart door de beminde Heilige Geest. Gemeente, mag ik afsluiten met de wijze op de hemel, die op het gebed van de Heer Jezus werd geopend. Waar de hemel voor ons gesloten blijft, dan gaat hij open op zijn gebed. Hij sluit en hij opent. En dan wordt ondervonden. Gods vriendelijk aangezicht geeft vrolijkheid en licht.